www.deboodschap.today. Staatshoofd staat stil bij heengaan grote Surinamers. President Desiré Delano Bouterse is bij de behandeling van de algemene politieke beschouwingen stil blijven staan bij het heengaan van Surinamers die vanwege hun werk een grote bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Het staatshoofd memoreerde de overleden schrijvers en cultuurdeskundigen Bea Vianen, Michael Slory en James Ramlal. Regering en volk condoleren de families en onze gemeenschap met het heengaan van genoemde literaire grootheden, aldus de president. Het staatshoofd stond ook stil bij het heengaan van een begaafd rechtdeskundige van Surinaamse bodem, tevens ex-minister van Justitie, meester Dr. René Reder, ex-procureur-generaal van de Republiek Suriname, in een ziekenhuis in Nederland op 94-jarige leeftijd. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.